Wist u dat de eerste gastarbeiders in België dat Duitsers waren? Het waren soldaten van het Duitse leger die tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen waren gemaakt en die door de Amerikanen en de Britten aan ons land waren uitgeleend om in de steenkoolmijnen te werken. Nu is het perfect normaal om dat te doen tijdens de oorlog. Terwijl de oorlog bezig is, heb je mensen krijgsgevangen gemaakt, je moet die ergens onderbrengen, dan kun je net zo goed werken. Maar dit was na de oorlog. Duitsland had zich overgegeven. Normaal gezien hadden die mensen vrijgelaten moeten worden, omdat die terug naar hun vrouw en hun kinderen zouden kunnen gaan. Maar toch hebben die Duitsers nog tot 1948, dus 3 jaar na het einde van de oorlog, als dwangarbeider in België gewerkt.